Virginia Nandlal en Santusha Gayadhar, beide als beste afgestudeerd van de FAR, hebben de Crowe Burgers Accountants Scriptieprijzen 2023 gewonnen. Nandlal heeft voor haar bachelorthesis onderzoek gedaan naar corporate governance van een staatsbedrijf en Gayadhar heeft voor haar masterthesis een verklarende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van anomaly detection. De uitreiking van de vijfde editie van de Crowe Burgers Accountant Scriptieprijs vond gisteravond plaats. De prijs voor de bachelor afgestudeerde Nandlal bestond uit een award en een geldbedrag van 35.000 SRD. De master afgestudeerde Gayadhar kreeg ook een award en een geldbedrag van 52.500 SRD. Romeo Burgos, managing partner Crowe Burgos Accountants NV, zegt dat deze scriptieprijs in het leven is geroepen om studenten te stimuleren om te kiezen voor de studierichting accountancy. We willen hen motiveren om zich te verdiepen in de boeiende en uitdagende wereld van de accountancy en om hun analytische vaardigheden en onderzoektalent te ontwikkelen. We zijn dan ook verheugd, hè? Dat steeds meer studenten hun weg vinden naar de accountancy. De kwaliteit van de scripties die we elk jaar mogen beoordelen is telkens weer verbazingwekkend. Het is duidelijk dat de studenten gepassioneerd zijn over dit vakgebied en dat ze toch met hart en ziel dat ze zich inzetten om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De accountancy is een breed en dynamisch vakgebied dat voortdurend in beweging is. Accountants spelen een cruciale rol in de financiële wereld door een oordeel te geven over de jaarcijfers van bedrijven en organisaties. Ze dragen bij aan transparantie, verantwoording, goed bestuur en zo helpen ze de economie te versterken. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, haalde aan dat de Surinaamse instituten en het bedrijfsleven kunnen leren uit de onderzoeken die de twee afgestudeerden van FAR hebben verricht. Roemer benadrukte dat het bedrijfsleven op microniveau een belangrijke rol heeft te vervullen om de duurzame groei en ontwikkeling te stuwen. Om dit op een goede manier te doen, zijn de resultaten uit beide onderzoeken heel belangrijk. Het is derhalve van het allergrootste belang dat bedrijven winstgevend zijn om te kunnen investeren. En dat dit in de hedendaagse bedrijfsvoering in transparante en concurrerende markten onder andere slechts mogelijk is met wat we vandaag hebben gezien. Een adequate corporate governance structuur die voldoet aan de hedendaagse internationale eisen en op basis van risicogebaseerde besluitvormingsprocessen, het tweede onderwerp van vandaag. Wij moeten dus veel meer dan normaal focussen op sterke instituten en een sterk bedrijfsleven. De twee winnende scripties zijn een goede weergave hoe wij onder meer bedrijven kunnen versterken. De governor adviseert staatsbedrijven om de richtlijnen uit de twee onderzoeken op te volgen op weg naar versterking van ons bedrijfsleven en instituten. Ook benadrukt Roemer dat bedrijven betere kwalitatieve georiënteerde besluiten moeten nemen.